Het onwaarschijnlijke verhaal van Roosje Glazer. Kijk, zij had van jongs af aan al passie in het dansen. Dat is haar hele leven zo gebleven. Dus ook in die moeilijke omstandigheden dansen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakte ze geïnterneerd als Joodse vrouw in de concentratiekampen in Vught en in Auschwitz. En van een afstand bekeken is dat bizar wanneer je bedenkt dat ze dansles gegeven heeft aan SS'ers die overdag duizenden mensen vermoorden. Uiteindelijk overleefde ze al de verschrikkingen die daar plaatsvonden, omdat ze bleef dansen met vriend en vijand. Roosje Glazer, een van de Brabantse helden, vrijdag op Omroep Brabant.